Hallo lieverd en van harte welkom bij een nieuwe video van Speel met mij, Kinderen Speelgoedkanaal. Ik heb vandaag iets heel cools voor jullie. Dit is de Kinetic Sand Ice Cream Truck. Het is een ijskoolwagen waar zandijs uitkomt. Erg leuk! Kinetic Sand kennen jullie wellicht al, dat hebben we al eens eerder laten zien. Dat is zand wat zich heel makkelijk laat vormen, maar ook weer heel makkelijk uit elkaar valt, omdat dat dus een soort van zand is. En daarmee kun je verschillende ijscreaties maken. Echt oneindig veel soorten. Deze set is bedoeld voor kinderen vanaf 3 jaar. Deze is van Spin Master. En hierboven staat nog dat het met natuurlijk, dus echt zand is gemaakt. Ze hebben dus uit echt zand dit speciale kinetische zand gemaakt. Wat staat hier verder nog op? Eindeloze creaties, dat heb ik al gezegd. Je ziet hier al dat ze verschillende dingen uitproberen. Er zitten allerlei vormpjes bij en hoe het allemaal werkt testen we natuurlijk nog uit. En er zitten ook twee soorten zand bij. Eentje rood en eentje blauw. En met roze en met rood en blauw kunnen we dan nog paars zand maken. Even kijken. Magisch, fascinerend, rustgevend en ontspannend. Droogt nooit uit. Opruimen is een koud kunstje. Eenvoudig te vormen en te modelleren. Gemaakt met natuurlijk zand. En tarwe, gluten en caseïne vrij. Dus voor kinderen van 0 tot 3 jaar is het niet geschikt, dus voor de iets oudere kinderen. En er zit in 2 zakjes Kinetic Sand, 227 gram in totaal, 1 Kinetic Sand ijskoelwagen, 5 Kinetic Sand vormpjes, 1 Kinetic Sand werktuig, een stickervel en 1 gebruiksaanwijzing natuurlijk. Ook wel handig. Ik heb gezegd voor de wat oudere kinderen, nou ja, vanaf 3 jaar, dus nog voor de kleintjes, maar niet de hele kleine kinderen, omdat er kleine delen bij zitten, die natuurlijk gevaarlijk kunnen zijn voor te kleine kinderen. Ik ga de doos eens openen. Ik geloof wel dat ik hier een schaar voor nodig heb. Of lukt het? Nee, ik heb een schaar nodig. Nou, dit is de ijskoelwagen. Ik had hem iets groter voorgesteld, maar hij is wel heel schattig. Dan hebben we hier het blauwe kinetische zand. Ah, en dit is niet echt rood, maar meer roze. Ik zei daar straks het rode zand, maar het is dus roze. Wat zit er nog bij? Een handleiding. Laten we eens kijken naar de onderdelen die erbij zitten. Even kijken, dit ziet eruit als een klein schaaltje waar je ijs uit kunt eten. Dan hebben we nog een ijshoorntje. En hier hebben we een ijsschep om bolletjes te maken. En dan hebben we hier nog de 4 wielen van de ijswagen. Die kun je hier geloof ik gewoon aan vastklikken. Even kijken. Zo, de wielen zitten erop. Eens kijken of hij ook kan rijden. Ze draaien nog niet zo goed. Maar in ieder geval goed genoeg om mee te spelen. Eens kijken wat dit is. Ik zal hier ergens aan moeten. Voilà. Even draaien. Ik moet natuurlijk alles eens goed testen. Eerst gaan we kijken wat hier nog allemaal bij zit. Hier een vormpje, ik geloof die kan hier onderin. Daar kun je dan het ijshoorntje inzetten, zodat die blijft staan. En dan hebben we nog 2 vormen hier. Eentje met allerlei fruit en een teddybeertje. En het andere vormpje heeft een bloemetje, een sterretje, een hartje en nog een stuk fruit of een tomaat. Zoiets. En dit is ons stickervel. Zo, onze ijswagen is klaar. Dit stuk hier kun je uitklappen. Dan zie je welke ijssoorten beschikbaar zijn. En hier kun je dan ook het ijshoorntje inzetten. En het kommetje... Nee, die past niet.
Die past hier ook niet in, dan moet je dus met de ijsschep zelf gewoon wat bolletjes in doen. Hier heb ik ook nog overal stickertjes op geplakt. Wat me nog opviel was dat de vormpjes hierachter erin passen. Die kun je dus allebei zo samen pakken. Even kijken. Zo. En dan hierachter erin schuiven. Natuurlijk heel praktisch, dan kun je ze ook overal mee naartoe nemen. Zo. En als je dan nog een ijsbeertje op je ijs wil doen, kun je ze makkelijk weer uithalen natuurlijk. Daarboven gaat magisch zand erin en hieronder komt dan hopelijk een cool ijsje eruit. Hieronder zetten we dus het hoorntje erin. En ik ga eens beginnen met het blauwe zand. Blauw soft ijs. Voor degenen onder jullie die het kinetisch zand nog niet kennen, het is een kruising tussen klei en zand eigenlijk. Ik zal het je ook even laten zien. Zoals je ziet kun je het kneden en vormen. Maar als je goed kijkt, is het zo een beetje zandachtig. En er stond dus ook bij dat er echt zand in zit. Wat ik zo mooi vind is, je kleedt het dan zo bij elkaar en als je het dan loslaat of zo uit elkaar trekt, dan valt het uit elkaar. Het is dan een beetje fluffy-achtig. Het is eigenlijk ook heel speciaal voor spul. Goed, daarvan ga ik er dus een portie in doen. Dan gaat het eerste bolletje ijs. En hieronder gaat het ijshoorntje erin. Zo. En dan moet ik hier aan de hendel draaien. Oké, hoe gaat dit? Het lukt niet echt. Misschien heb ik de hendel al verkeerd opgezet. Ik moet zeggen, de eerste poging ging helemaal mis. Het bolletje ijs viel eruit en ook het ijshoorntje viel eruit. Dus we proberen het nog eens. Eerst het ijshoorntje erin. Zo. En dan weer een bolletje ijs pakken. Die gaat hierboven erin. En nu moet je zo meerdere keren op en neer eigenlijk met de hendel. Als ik het goed heb begrepen. Ik duw het zand er ook eventjes goed in. Nou ja, het ijs. Er zit namelijk een kleine opening. En als ik nu eventjes induw. Zo, en dan draai. Dan, voilà, dan valt het er weer helemaal uit. En nu is mijn eerste ijsje klaar. Ik zal het je nog eens laten zien. Je draait hier, en hierboven zie je de opening. Daar komt dan het zand erin. Zo. En dan draai ik hier verder. Even nog een beetje erbij. Je ziet het dan hier draaien. En ik zie hieronder dat het hier aan de onderkant weer eruit komt. En als je blijft draaien, gaat het los. En dan ziet het dus eruit als een klein soort soft ijsje. Ik moet geloof ik wel nog wat oefenen. Maar ik vind het wel echt een hele coole ijskowagen. Een coole ice truck. En veel verschillende mogelijkheden met het kinetisch zand. Ik ben gek op kinetisch zand en ik kan me goed voorstellen dat je er geweldige ijscreaties mee kunt maken. En het stond er ook op, het is ontspannend om in het zand zo te kneden. Je kunt er natuurlijk ook andere zaken mee maken. Je kunt ook zelf een bolletje ijs vormen en die op het ijshoorntje zetten natuurlijk. Dus je hebt heel veel mogelijkheden. En voor de kleintjes en ook voor de grote. Wat vinden jullie van onze ijskowagen? Wat vind je van de Kinetic Sand Ice Truck? Laat het ons hieronder in de commentaren weten. En je kunt ons ook laten weten wat jouw lievelingsijs is. Welke smaak? Is dat bijvoorbeeld het blauwe slush-ijs? Of liever het aardbeienroze ijs? Laat het ons hieronder weten. Wat dat jij fijner vindt. Geef ons een duim omhoog als het beviel. En abonneer je op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Klik ook op het klokje ernaast om geen video meer te missen van ons. En dan zien we elkaar de volgende keer weer. Doei!